Yo mensen, top weer video. Mijn naam is Wesley van Fietelboer1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Fred Rutte AZ Crayon. Waar we dan naar de tweede wedstrijd gaan. Tegen Galatasaray. Gaan we door naar de volgende ronde. De vorige wedstrijd hebben we met 4-0 gewonnen. Dus het moet op zich te doen zijn nu in deze wedstrijd. Het gaat wel een hele andere opstelling spelen. Tot nu toe gaat het redelijk met Fred Rutte bij AZ. Trouwens, hier, druif ga ik erin zetten. En de vervanger van druif, uh, Joost, laat ik staan. Kijk, kijk Goedmoltson gaat erin spelen. Dus Joost er wel eruit. Karlsson uh, eruit, Akboulal erin. Deze gaat eruit, dan gaat Reinders erin. Stengs gaat eruit en Glein, of Glein hoe ik het ook maar zeggen gaat erin. Dan ga ik zo spelen. Goedmoltson uh, daar op de flank en Glein gaat in de spits. Arroyo, Letcher gaat erin en Kramer en Vlaar gaat erin. En Ouijan blijft erin staan, denk ik. Ja. Er gaat trouwens ook een andere doelman komen. Dat gaan jullie ook deze aflevering zien. Maar ik denk, want ik heb de volgende aflevering ook alweer gespeeld. Ben na de inzien dat ik toch met Verrips ga spelen. En waarom dat gaan jullie deze aflevering uitgebreid zien. Waarom ik dan met Verrips ga spelen. Maar goed, we gaan kijken wat het wordt tegen Galatasaray. De tweede wedstrijd. Hier komt de bal goed voor en we mogen gelijk het doel opmaken. Dus het is 1-0 voor Nazit en het is Druif. Die het tot nu toe goed doet voor Fred Rutte in de, in de kwalificatie van de Champions League. moet het goed zeggen. En is het dus de 1-0 voor uh, AZ. Goede voorzet en goed afgemaakt door Druif. En 1-0 e dus voor AZ. Keeper kansloos. En de voorsprong is er. Ver die Druif. Bal aangekomen. Klein of clean. Ik noem hem gewoon clean. Of is het in ieder geval weer voor Kalatasaray. Uh, de bal die komt daar goed uit. Dan moeten de verdedigers even goed staan. Dankelui. Gaat terug naar achteren, de bal door Kalatasaray. Agaba. Bayram. Akaba. AZ moet uitkijken nu. Moet gaan vertegen. Dat lukt niet. Ron Flaar. Komt er ook niet op tijd bij. Dan Komt er een kans voor de gelijkmaker. En dan moet Dankolaert weer doen. Dat gebeurt ook niet. Dan komt er een kans. Verrips moet redden. Verrips moet redden. En dat doet hij ook. Verrips En zo is het dus. Nog steeds die 1-0 voorsprong voor AZ. En nu de countermogelijkheid. Rijnders, goede paas op, uh, op, op, op Gleen. Nou, ik kan hij gelijk ze laten zien dan voor AZ. En nee, de herinnering van de doelman. Goed gedaan hoor, door Gleen. Maar niet de 2-0. Goedmotson. Druif. Druif, weer de kans van AZ. Druif nu naar Rijnders. Rijnders, kopkans te zacht in de handen van Moeslera. Zo is het dus weer. De bal bezit voor Galatasaray. Dozuba. Bal hier opgevangen door uh, Aoyan. Ouijan richting Lettschut. Bos. Marcel Bos. Dankelui. Daar gaat de bal nu ook één keer heen. Dankolay en Druif. Weer goed gevonden. Druif Raakt de bal er kwijt. Goed, goed verdedigd door In Minuut 25 nog steeds. Maar de 1-0 voorsprong. Doe het van Druif. En AZ probeert de bal zo snel mogelijk terug te krijgen. Monson. Dankolay. Nu dan uh, de kans. Dankelui. krijgt de bal niet lekker voor. Weer de bal van haar uh, Galtasarij. Het is zorgig hoor. Bij AZ. In de laatste minuut van de eerste helft. Ze wil eigenlijk niet altijd roze geuren malen schijn. Deze bal uh, komt er toch nog aan. Maar zet wil de bal zo snel mogelijk weer onderscheppen. Maar we hebben er rustig gaan Met nog steeds de 1-0 voorsprong. De Zuba. Akba Akbaba. En deze bal komt niet aan Letchett goed tussen. Dankula. Nu nog een keer de mogelijkheid om naar te komen. Zo voor is Ledget. Slecht gedaan door Timo Lesjes is de bal weer voor Galatasaray. Moet weer uitkijken. Nu goed verdedigd op Vlaar. En de bal nog steeds voor Galatasaray. Het is zorgig voor de laatste minuut van de eerste helft. De bal nog steeds voor Galatasaray. Maar dat mag niet door. Het is rust. Het is 1-0 de voorsprong. Gaan we kijken wat onze tweede helft gaat brengen. En ik hoop toch op een wat betere tweede helft. Die nou begonnen is. Druif gaat tenminste al hier weer niet goed. McLean. lera. Moest leren, moet de bal snel weghalen, want uh, wordt goed teruggezet door de AZ-aanhang. Zo is het de, dus de ingroep voor AZ. Reinders. Reinders. Gevaarlijke kans nu voor AZ. Hier uh, Akboulal. Ak en het is uh, de redding van de Doelman. Komt uh, Sugouaya erin voor Dankola. En zo zaten we uh, dus nog steeds. 1-0. En dan is het nu, zijn we nu 66? Ook Marcel Bosch gaat eruit. Zijn vervanger is Ramos die binnen de lijnen komt. We gaan kijken wat in minuut 66 de hoes op gaat brengen. Ramos gaat de hoes opnemen. De invaller Ramos richting Sugawaja. Bal weggehaald. Opvangen door Gleen. Gleen van afstand. Gleen van afstand. En het is de 2-0 van AZ. In minuut 68 is het de 2-0 voorsprong door uh, bene Gleen, de jeugdspeler. Maakt er toch een mooi doelpunt hoor. En het is uh, de 2-0. Later in de tweede helft is het de jeugdspeler Gleen die AZ op de 2-0 voorsprong zet. En Fred Rutte is tevreden. Hier zien we de hoekschop. Wordt weggehaald door de verdediging. Gleen vangt de bal daarop. En uh, ziet het er toch goed binnen. Ook maar net. Want het moest leren. Zat er vlakbij. En ook nog een verdediger daar. Maar toch de 2-0. Voor AZ. Door Lee Gleen. Kortier nog te gaan. Vlaar. Reinders. Ramos. Nu. slecht gedaan. Werd nog onder zetten ook. Dat is ook één nadeel. De bal zit dus nu weer. Voor Kaltesterij. En hier de bal die rustig rondgetikt wordt. De kans hij gaat op jacht naar een uh, toelpunt. En dan weer wat spannender te maken in de wedstrijd. Ze komen er niet langs. Vlaar doet het weer goed. En de bal is weer voor AZ. Oké, okay, Reinders. Reinders, Druif. Akboulal, Akboulal, Kans weer voor AZ. Akboulal voorzet. Gleen dan. Gleen. Jazeker. Het is een tweede. Het is 3-0 voor AZ. Zo lijkt het beslist. In de laatste 10 minuten gaat uh, AZ door naar de volgende ronde. Die zal zijn tegen Red Bull Leipzig. Een hele lastige tegenstander voor de AZ. Maar goed, laat, het hier maar, laat Fred Hulten maar hier nog even van genieten. Met de, ja, doorgaan naar de kwalificatie. Volgende kwalificatiewedstrijd tegen Salzburg. Uh, of was het nou Salzburg? Ik weet, volgens mij was het Salzburg of Leipzig. Volgens mij Salzburg hoor. Maar goed, maakt niet uit. Dat gaan we zo meteen wel zien. Laatste minuten tikken weg. Het is dus de 3-0 voorsprong voor de AZ. Hierna wacht de wedstrijd in de competitie weer voor ons. Die we gaan simuleren. Harde tackle trouwens van achter hier van uh, Su uh, Sugouaya. Dus het is dus de vrije trap, toch? In de laatste minuut van de wedstrijd. Vet genomen en de bal in de handen van Verrips. Twee minuten extra tijd is ingegaan. Bij de 3-0 voorsprong, 7-0 in totaal. En dan zet hij dus op een mooie 3-0 voorsprong en gaat dus door naar de volgende ronde van de Champions League. En die is dus tegen, volgens mij tegen Salz Salzburg. Maar ja, we zien het wel, jongens. Dat maakt toch helemaal niks uit. We gaan een interview doen na de wedstrijd, natuurlijk. Hier zien we Fred Rutte staan. Ja, we, zijn, we, spelen, we spelen natuurlijk met veel jeugdspelers. Dat, 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 dat is één ding wat zeker is. Want Fred Rutte doet voor alles voor de jeugd. Hij, doet, hij speelt heel veel met jeugdspelertjes. We hebben weer een paar scouts opgezet. Ook voor de volgende aflevering gaan we weer scouts opzetten. Want we hebben verdedigers nodig. En die wil ik gaan halen uit de jeugdspelertjes. Even kijken. In bot op Bakker. Dat is onze doelman, onze tweede doelman. Uh, onze derde doelman zelfs, want ja, onze tweede doelman die komt dus eraan. Dat wordt ons eerste, maar ik denk dat ik hem weer omzet naar het tweede doelman, want ja, jullie gaan het vanzelf zien in de volgende aflevering. Nu de wedstrijd tegen Herakles al Idrissi is trouwens verkocht, die is een atleet komen dus drits, we hebben wat geld erbij. En Stengs gaan we weer kijken handeling. maar ik denk dat ik Stengs niet ga verkopen en de reden gaan jullie ook deze aflevering zien en ook de volgende aflevering, want het gaat slechter worden met AZ met Fred Rutte, dat willen we niet. Ze willen die, dat wil niet. Dat wil, dat wil Fred Rutte niet. Maar daarom, dat lijkt voor onze carrière beter. Dat we een goede wedstrijd spelen, moeten we onze topspelers die ik eerder op de twanslijst had gezet. Stanks en Koopminers. Moeten we eigenlijk gewoon gaan behouden. Want die, die zijn gewoon van, die, dat zijn de spelers die je nodig hebt in het elftal. Dus uh, die moeten we zeker niet verkopen. En hierbij ga ik dus ook Kelvin uh, Stengs Ja, ze gaan er niet meer akkoord. Dus daar gaan we ook niet verkopen. Kaïtira wil ik misschien hebben, maar die willen we niet. Oké, okay, dan uh, is het klaar. Dan blijf, er blijven Koopmeijers en uh, en Stinks blijven gewoon bij AZ. Beste tegen Herakles is een uw programma uitgeleend. Uh, Gudmondsson is uitgeleend. Oké, okay, tegen aan Fulham twee jaar. Armstrong kunnen we ook uitlenen aan Willem II. De speler die we gekocht hebben en ook op de huurlast hebben gezet. Maar dat, uh, dat gaan ze niet meer kort alleen een uitleiding. Dan niet. Armstrong dus nog steeds bij en we gaan kijken wat het wordt tegen Herakles omlopen. Oh, we lopen nou de eerste wedstrijd tegen uh, Leipzig volgens mij. Stinks weer hier. Dat wijzen we maar gewoon af. Uh, ja, of gaan we onderhandelen? Ik ga nog even kijken. Maar we doen het toch niet, denk ik. We doen het toch niet. Waarom uh, gaan ze deze speler aanbieden? Heel erg slechte speler. En ze blijven volgens mij heel laag zitten. Even kijken. Ze hebben niet eens goede spelers tussen zitten. Ik zat te kijken. We zien hebben ze wel betere spelers Maar dus niet uh, deze Amerikaanse club. Ja, deze misschien, Palastos, linksachter. Dat was niet meer akkoord willen, ze deze doen. Maar ja, ik weet geen idee hoeveel, hoeveel algemeen die is. Hoe oud die is, weet ik niet. Dus weet je. 52 miljoen, daar gingen ze niet meer akkoord. Ze bleven onder, dan niet. We gaan hem sowieso dus niet verkopen. stengs blijft gewoon. Maar het kan dus zijn dat jullie nog onderhandelingen zien. Maar ik weet al dat ik de volgende aflevering hem niet ga verkopen. We gaan snel simuleren tegen Herakles, allemaal. AZ Herakles. In die wedstrijd verliezen we 2-0. Kijk, dit bedoel ik dus. Om deze reden gaan we koopmijnen en stengs niet verkopen. En ik ga Koopmanis van de volgende aflevering ook in de basis zetten. Want het is niet goed voor Fred Rutte. Tot nu toe, in het begin van de start van zijn AZ-carrière. En we gaan dus een doelman halen, ik zei het al. Tim Krul ga ik naar AZ halen. De 34-jarige doelman gaan we ruilen voor onze andere doelman, die echt gewoon onze vierde doelman was. Dus gaat Tim Krul dus tekenen bij AZ. En ik ga hem ook in de basis zetten. Alleen dat blijkt bijna de inzien geen goed idee te zijn geweest. En dan gaat de volgende aflevering ook weer teruggedraaid worden. Dat we weer Verrips in de baas zetten. Want Verrips deed het gewoon in mijn ogen beter dan Tim Krul. Maar goed, hij tekent wel in ieder geval bij AZ. Weer terug naar AZ. Hij heeft natuurlijk al eerder bij AZ gespeeld. Qua uitlening volgens mij toen met Ajax. Ik heb geen idee hoe het toe ging. Maar ze hebben ook een keer eerder voor AZ, AZ gespeeld. Maar nu gaan we kijken hoe hij dit onder leiding van Fred Rutte gaat doen. En ik zei het al, hij gaat het niet echt redelijk goed doen. Dat gaan we de volgende aflevering zeker zien. Maar goed, we gaan hier dus de wedstrijd spelen. Met weer een paar aanpassingen. Krul dus gelijk in de basis vanaf de start. Kijken hoe hij zich kan houden. Tegen, uh, tegen Leipzig is het nou. Nee, Salzburg. Wel? Ja, Salzburg. Ja, ja maar niet uit. In ieder geval Leeuwin Gaan we ook verkopen. Zeker, die gebruiken we toch al niet. Dus uh, bij bye, bye, Leeuwin. Ik weet het. We zitten net aan de verdedigers. Maar daar wil ik gewoon jeugdspelers voor neerzetten. De volgende aflevering hebben we de wedstrijd tegen FCM. En. Die gaan we trouwens ook gewoon spelen. Malik de Scout. Die is niet goed. Die niet. Die niet. Deze wel, die ook. En die niet. Oké, okay, twee spelers dus. Even kijken. Hoe uh, zijn die? Deze 16 jaar, die kunnen we gelijk toevoegen. En de andere twee nog niet. Maar deze gaan we ontwikkelingsplan. En dan gaan we hem even kijken. Hij is linksmid. Ja, uh, ik ga hem. Um, kan ik hem links uh, LVA maken? Zal ik dat doen? Nee, ik ga gewoon een spel maken aan de zijkant. Kijken of dat voor hem goed is. Even kijken. Ook gelijk toevoegen aan het team. En deze twee zijn nog te jong. We gaan wel een ontwikkelingsplan toevoegen voor deze centrale, midden, centrale middenvelder. Huppakee. En ook deze ga ik trainen. De rechtsmid gaat naar rechts uh, RVA. Even kijken. Oh, er stond hij op. Oké, okay, één week gaat het duren. Toppie. En dan gaan we dus door naar de wedstrijd in de Champions League. De tweede wedstrijd. De eerste kwalificatie was het tegen deze tegenstander. Red Bull Leipzig. Uh, Red Bull, uh, Salzburg. Sorry jongens. Oh god, oh jongens, jongens. jongens. Maakt niet uit. Ha, het is avond, hè? dus moet, even, moet, even, ja, moet er even inkomen. Moussa. Moussa, onderschept gelijk. Uh, Tabouni. Tabouni. Altidoor. Kans voor AZ. Josie, Altidoor. Richting Patrick Joosten. En de bovenverdediging. Niet lekker weggeweekt door de doelman. Uh, Hoeschop dus voor AZ. Vijf minuten aan de gang. is genomen. Bos. Bos met de, hoek, met de voorzet die komt goed altijd door weggehaald door de verdediging hier nog een keer de kans en de bal naar de hand van de doelman weer Tankovic en de bal dus weer voor Salzburg Moussa meer Moussa dus uitkijken nu kramer zit te druk Auwe Jan ook nu nog steeds balbezit voor Salzburg Kyata Moussa Moussa en de bal bij Auwe Jan. En Dankola de krul nu. En bekrulde de bal naar voren. Richting Joosten. Bos. AZ gaat op jacht naar die 1-0. E Dat zou toch een keer moeten vallen nu. Kelvin Stinks. Joosten. Ja, en ik keer door. Palti door. Elti door. door. Buitenspel. Ook had hij dus gezeten, had het niet geteld. Maar ja, hij werd nog, volgens mij nog zelfs gered door de doelman Stankovic. Larsson. Kramer. Joosten. Elti door eltidoor door. Bos. Bos dan voor de kans. Bos. Controleren. Lukt niet. Schieten. Dan Jooster dan. En dan is het ook 1-0 voor AZ. Patrick Jooster. De man die ook zo goed in vorm was bij FC Groningen. Scoort hier de 1-0 voorsprong voor AZ. In de Champions League West. De aanvoerder van AZ. Hij doet het goed. En maakt dus ook de 1-0. Bos die het uh, feestje mee viert. En uh, AZ kijkt, kijkt tegen de 1-0 voorsprong aan. Door slecht uit te deden Ook door Salzburg. En dus de 1-0 voor... Uh, voor Patrick Joosten en 1-0 voor AZ. De nummer 9, de spits van AZ. Samen met de wat we staan. Minuut 24, de bal is nog steeds weer nu voor Salzburg. Moussa. Kozen eruit, dat moeten we dus uh, voorkomen. Kramer in achtervolging, nog steeds Moussa. Moussa, Koyata. Koyata. Gevaarlijk kans nu weer. Camara en wel weggehaald. Ze wel goed teruggezet door AZ. Dan komt hier toch de kans. En de handen van Krul. Krul, Kramer, Aoyan. Aoyan, Klaarsson. Klaarsson, Bos. Bos, goede paas. Kelvin Stengs, kansen voor de 2-0. Stengs gaat hem voorgeven. Joosten wordt voor zijn tweede en het is zijn tweede. Nee, het is buitenspel. Geen 2-0 voor AZ. Buitenspel van Patrick Joosten. En de vrije trap is voor, uh, voor Salzburg. Minuut 32, heb genomen. Hier de bal bij Ouwe Jan. Auwe Jan, Bos, nog steeds weer de aanval. De kans voor de 2-0. Joosten dan, Joosten, ja, Joosten. kans nu voorzet, weggehaald, opgevangen. Niet door een door een eigen speler bal Dat is weer voor Salzburg. En weer dus uh, de omschakeling nu bij Salzburg. Weer onderschept. Het is wel uh, foutjes over en weer hoor bij AZ en Salzburg. Ouwe Jan nu, Klarsson. Weer op de gezocht. Gaat nu binnen door, richting Altidor. Hij loopt hij door. Stenks. Stenks gevaarlijk. Stenks van afstand en een prachtig doelpunt van Kelvin Stenks. Hoe is het? De 2-0 van AZ. Zo vlak voor rust komt AZ op de 2-0 voorsprong door de doelpuntmaker Kelvin Stenks. Dus zie je ziet maar dat ze die spelers toch nodig hebben. En dat we die spelers niet moeten gaan verkopen. Koopmijners ook niet. Die gaan we zelfs opstellen vanaf de, volgende vanaf de volgende aflevering. Ongeveer aan het einde van die aflevering gaan we de selectie helemaal omgooien. Het heeft te maken met de uitslagen. Dat gaan jullie allemaal morgen zien. Hier was trouwens over overtreding van Elthuid, door vlak vlak rust. Dan komt er dus een, uh, een rode kaart en dus de vrije trap. Zo staan we dus met 10 man en nu de vrije trap voor Salzburg. En die bal gaat net naast. Had zomaar 2-1 kunnen zijn, dan gaan we de rust in met dus de 2-0 voorsprong. En gaan we kijken wat ons in de tweede helft gaat brengen. We gaan wel een wisseltje doen. Even kijken, we gaan het Bos eruit halen en Goudmijn gaat erin. En Eltido eruit. En Druif gaat erin. En ook oh, Suguaya. Nee, dat we dus zo staan. Twee, uh, twee aanpassingen dus. En we gaan kijken wat het wordt. Joosten. Dankelui. Stanks. Dankelui vraagt om de bal. Krijgt hem ook. Dankelui. Ja, is goed naar binnen gaan lopen. Dankelui. Loopt er een medespeler naar voren. Ja, Druif. Net erin gekomen. Druif kop. Kaats. de bal op de, op de paal. Bal weggehaald door uh, de verdediging van Salzburg. Maar hier door Ouwe -Jan. Auejan, Tabouni kan de bal niet bereiken. heel van Salzburg. Koyata. Koyata, Moussa. Dankolai onderschept. Dankolai, Stenks. Stenks, Joosten, Druif. Druif, Tabouni. Die komt er nu uit. Dan komt er een kans voor AZ. Tabouni wordt naar Goudmijn. En het is 3-0 voor AZ. Zo gaat AZ door in de tweede helft waarin de eerste helft gebleven was. En daar ben ik wel... Dan gaat het wel goed komen, denk ik. En dan ga ik gewoon de rest van de wedstrijd simuleren als het goed gaat komen. Als er nou nog twee hoeken te vallen, dan ga ik snel weer even zelf spelen. Want ja, dat wil natuurlijk niet dat het fout gaat in de eerste, eerste ontmoeting tegen Salzburg. Want thuis moet het gewoon goed doen. Dat is één ding wat zeker is. Goed, we moeten gaan kijken wat het nou dus wordt in de laatste minuten van deze tweede helft. Waar kan ik het een beetje over hebben eigenlijk nu met jullie? Uh, ja... Vandaag natuurlijk de AZ Career Mode. Morgen ook weer de AZ Career Mode met Fred Rutte. En ook uh, Raad de Fijn. Noorder natuurlijk. Zondag hebben we de Final Career Mode. De voorspelling. Hier komt trouwens 1-3. Dat is wel iets minder. En de voorspelling. Als de wedstrijd doorgaat. Want ik heb gelezen dat het zomaar kan zijn dat de wedstrijd niet doorgaat. Met de sneeuwval die be verwacht wordt. Uh, dus de voorspelling en de Spelers queer Mode. Dus uh, veel om te genieten. Het weekend weer. Ik zei het gisteren ook al. Ik ben bezig met liedjes met Wes en Rudy. En uh, ik ben er mee bezig met aan het schrijven een paar onderwerpen. Of één onderwerp met name, Feyenoord. Ik heb natuurlijk al een Feyenoord lied gemaakt. Er komt ook een Feyenoord lied aan. Of met Dick Advocaat in de hoofdrol dat hij afscheid neemt. Dus die komt ja, nu nog niet ongeveer als de laatste wedstrijden zijn gespeeld met Feyenoord. Komt die, uh, dat, dat nummer van, uh, van ons met mij en Rudy op... Ja, kijk, ik zeggen op welke melodie? Op melodie van You Never Walk Alone komt dat nummer dus. En dat betekent dus dat we ja, weer een nieuw nummer kunnen toevoegen. Het wordt trouwens hier 2-3. Dus dan gaan we het laatste kwartier even zelf nog even invallen. Want jij ja, wilt er niet dat het nog 3-3 wordt. Het is wel een hele lastige tweede helft voor AZ schijnbaar. Joosten. Sugawaya. Sugawaya stinks. Kunnen we dan gelijk de kans maken voor de 4-2? Wat komt aan bij Sugawaya? Voorzet daar. Loopt Druif dan weer vrij. Druif en Joosten. Hij gaat naar Druif. Druif. Het is uh, 4-2. Dus is het weer wat uh, prettiger voor AZ. En dan ben ik wel weer bereid om gewoon weer de rest te gaan simuleren. Dat durf ik wel aan. Hopen dat het ook goed gaat aflopen. Maar deze bal is goed gegeven en Druijf kan hem goed afmaken. Dus 4-2 voor AZ. zet. Dan gaan we kijken wat de rest van de wedstrijd gaat gebeuren. Simulerend kijken. Ik ga er wel vanuit dat het gewoon goed gaat aflopen in de laatste 10 minuten. Als het nou een 3-4 wordt, dan ga ik gewoon de rest van de wedstrijd zelf uitspelen. Want het, dan, dan moet gewoon even alles gewoon verdedigend goed opzien te lossen. In ieder geval is de bal Wil wolven voor Salzboerder. Zou het wel zijn als er alweer de 3-4 komt. Nou, die komt dus ook niet. Oh, die ging naast, gelukkig. Dat ja, het de 3-4 werd. Of doeltop genomen. Toch weer de Salzburg. Wat is dit met AZ? Ik merk gewoon dat dit AZ met Fred Rutte niet echt lekker speelt. Helemaal de volgende aflevering merk ik dat, dat het zo is. En hier komt de kans voor de 3-4. En het is de 3-4. We staan nog voor. En nu gaan we toch de rest van de wedstrijd zelf maar uitspelen. Maar ik merk wel dat het, deze, ja, dat het wel iets minder aanvoelt voor Fred Rutte ook. Ik denk als we een halfjaartje doorkomen dat we al blij mogen zijn. Dat we gewoon een halfjaartje naar een andere club vertrekken bij deze career mode. Het was geen goede stap geweest van Groningen naar AZ. Niet alleen omdat ik natuurlijk een hard, uh, in mijn hart Feyenoorder ben. Of wel helemaal Feyenoorder ben. Maar het ook te maken... Ja, Fred Rutte voelt zich niet denk ik op het gemak bij zo'n topclub te runnen in Nederland. Hij is meer voor de middenmootclubjes. We hebben het gezien met FC Groningen. Hij heeft goed gepresteerd. Twee jaar. is jaar al kampioen geworden met Groningen. En nu is hij met AZ niet lekker bezig. In de competitie gaat het niet lekker En ook in de Champions League hebben het moeilijk. We winnen wel hier met 4-3. Zo gaat het dus op zich redelijk. En gaan we door naar de volgende wedstrijd. Het is voor de volgende aflevering tegen... FCM, oh nee, die gaan we nou even uh, uh, snel simuleren. Of gaan we die zelf spelen? Volgens mij ga ik die simuleren toch? Even kijken hoor. Gaan we even zo spelen? Marcel Bos en Tabouni. Ja, ik ga echt. We moeten, de volgende aflevering ga ik een andere opstelling ook neerzetten. Even kijken, gaan we snel simuleren. Emmen AZ, in die wedstrijd spelen we gelijk 2-2. Kijk, dit zijn wedstrijden, die moet je gewoon winnen. Koopmeiners scoort ook nog toen hij inviel. dingen moet je hebben natuurlijk. Je moet gewoon die spelers laten opstellen. Maar goed, tweede wedstrijd tegen Salzburg. Voor de volgende aflevering. Letjes is uh, teleurgesteld. Gaat ook weg trouwens. Timo Letjes. Ook voor de volgende aflevering. Ik ga u bedanken voor het kijken naar deze video. Tot morgen. Bij de nieuwe Fred Rutte AZ Career Mode. Koopmijnen gaan we niet verkopen. En uh, ja. Ik ga nog aan het denken. Maar we gaan hem toch niet verkopen jongens. Dus ik ga gewoon deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje. op het gedaan. En dan zeg ik. Zoals altijd. En zoals nu. Later. <tied>